We zien hier een auto die gaat remmen. Het remmen van een auto bestaat uit twee onderdelen. In het begin is er nog niks aan de hand. Maar op een bepaald moment ziet de bestuurder dat hij moet gaan remmen. Dan duurt het even voordat hij ook echt op zijn rempedaal trapt. En vanaf het moment dat hij op zijn rempedaal trapt, duurt het ook nog even voordat de auto stilstaat. Het eerste stuk waarin de bestuurder nog moet reageren, noemen we de reactieafstand. En het tweede stuk, waar de auto begint met remmen totdat hij stilstaat, noemen we de remafstand. Alles bij elkaar noemen we de stopafstand. Dus eerst is er een reden om te gaan remmen. Dan duurt het even, de bestuurder moet reageren. Dan start de bestuurder met remmen en vervolgens duurt het even voordat hij stilstaat. De reactieafstand en de remafstand zijn samen de stopafstand.